Ik heb op dit moment een kortingsactie. Korting op een persoonlijke reading is aan te vragen via mijn website. De link vind je in de beschrijving van de video. Dit is een algemene legging. Voor wie het nodig heeft. De geliefden. Een liefdesboodschap. Het oordeel. Een belangrijke boodschap. De staventeam. Dus het gaat hier om een keuze in de liefde. Het is een keuze die je heel moeilijk vindt, die jou heel zwaar valt. Maar die periode waar je nu in zit, is er ook al heel zwaar. Je weet eigenlijk niet goed wat je moet doen. Wat ik zie hier is een relatie die op het punt van eindigen staat. En een nieuwe liefde die er aankomt. Een nieuwe liefde die eigenlijk alles op zijn kop zet. Dus dit is een moeilijke keuze. Een hele moeilijke keuze. En dit is de manier van het universum om jou eigenlijk voor jezelf te laten kiezen. Ik denk dat je in een relatie zit die heel veel werk kost. Nou is het een beetje de vraag of de liefde zoveel werk moet zijn. En of de liefde niet juist makkelijk hoeft te zijn. Moet je wel zo hard werken voor de liefde? Hoort het niet juist helemaal makkelijk te zijn en helemaal vanzelf te gaan? Ben je echt gelukkig? Of vind je dat je gelukkig hoort te zijn waar je nu bent? En vind je dat je misschien niet zo moeilijk moet doen? Is het leven wat je hebt middelmatig, maar ben je niet ongelukkig? Is dat genoeg voor jou? Hoort het leven zo te zijn? Of moet je juist super gelukkig zijn en genieten van elke dag? De dingen doen die je leuk vindt, met de mensen die je wil. Met iemand die jou super gelukkig maakt. Dat is de keuze die ik hier zie. En dat is inderdaad geen makkelijke keuze, omdat je niet alleen met jezelf te maken hebt in het leven, maar ook met andere mensen. Ik zie een verandering aankomen. Een hele plotselinge. Plotselinge verandering die jou ook beangstigt. Ik denk dat je meer richting een nieuw leven neigt. Dus inderdaad die plotselinge verandering. Maar dat maakt je ook bang. Je maakt je bezorgd over wat er kan gaan gebeuren.
in de toekomst. Al die dingen die gaan veranderen. En ik zie heel veel twijfel. Dus aan de ene kant wil je graag voor jezelf kiezen, maar er is heel veel schuldgevoel. En ook het gevoel dat je vastzit, dat je anderen in de steek laat op het moment dat je voor jezelf gaat kiezen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Je kunt er ook nog voor andere mensen zijn op het moment dat je wel voor jezelf kiest. Je hoeft niet mensen in de steek te laten. Je kunt in het leven van mensen blijven, ook als je voor jezelf gaat kiezen. Je kunt mensen blijven helpen. Je hoeft niet alle contacten te verbreken met iemand op het moment dat je liever ergens anders wil zijn. Doorbraak. Ik denk dat je ineens een doorbraak zal hebben, een soort ingeving, een inzicht, een bepaald inzicht wat je krijgt en dat gaat jou helpen bij het maken van die keuze. Dankbaarheid en waardering voor dat inzicht sowieso wat je krijgt, maar ook voor al die mensen in jouw leven die jou helpen, die er voor je zijn. Je hoeft niks alleen te doen. Je zal ook nooit alleen overblijven. En hogerop. Probeer het eens van een afstandje te bekijken. Doe een stapje terug. En kijk eens gewoon objectief naar jouw leven. Of dit is waar je wil zijn, of dat je liever ergens anders wil zijn. Zou je dingen liever anders zien in je leven? Als het zo is, dan is het tijd om dingen te gaan veranderen. Dat kan jij alleen zelf doen. En je weet ook alleen zelf of het daar de tijd voor is. Wat altijd het risico is met wachten, is dat je over 20 jaar nog steeds zit te wachten. En dat je dan spijt hebt dat je niet eerder iets hebt veranderd in je leven. Dan gaan we eens kijken naar de wegen die je kunt bewandelen. Een nieuwe weg. En blijven bij het oude. Dit is een nieuwe weg met nieuwe ideeën, nieuwe creativiteit, nieuwe ingevingen, nieuw begin, nieuwe liefde, allemaal nieuwe dingen. En hier blijven bij het oude, met ook nieuwe creatieve dingen. Een plotselinge verandering die alles verandert, hoe dan ook, welke weg je ook kiest.
Wat er eigenlijk dus voor zorgt dat niks bij het oude kan blijven. Dat er hoe dan ook dingen gaan veranderen. In die weg die je zelf kiest, zullen er dingen gaan veranderen. Maar zal het positief uitpakken voor jou, omdat je zelf die keuze maakt om te gaan veranderen. Als je bij je oude weg blijft en je houdt alles bij het oude, gaan er ook dingen veranderen. Alleen dan gaat het op een andere manier, omdat je er niet zelf voor kiest. Dus dan zal het universum jou een handje gaan helpen. Hoe dan ook, kom je bij een keuze aan. En dat wordt een keuze tussen twee mensen. Uiteindelijk kom je bij je ware liefde terecht. Welke weg je ook kiest. Uiteindelijk is daar die ware liefde. Die soulmate. Dat gelukkige nieuwe leven. Je hebt een moeilijke weg en je hebt een makkelijkere weg. Als je zelf kiest voor verandering, het leven is verandering. Dus er komt altijd verandering in je leven. De weg die je zelf kiest voor verandering is het makkelijkst, leer je het meest van. Heb je de meeste leuke nieuwe dingen omdat je daar zelf voor kiest. In die andere weg word je gedwongen tot verandering. En ja, als je gedwongen wordt is het nooit leuk. Dus doe ermee wat je wilt. Ik wens je heel veel succes hiermee en geluk. Oké.